In een extra raadsvergadering die maandagavond plaatsvond, heeft de gemeenteraad van Tiel unaniem besloten de rechtsgeldigheid van de verkiezingsuitslag van woensdag 21 maart goed te keuren. Kijk, democratie kent gelukkig de nodige controlesystemen, maar ook die zijn eindig. En de manier waarop het nu verwoord wordt, daar kun je ook weer een hertelling op aanvragen. Wanneer stopt het dan eigenlijk eens een keer? Irrelevante vergelijkingen met andere gemeenten, die doen mij verder ook helemaal niks. Ik heb een proces verbaal gezien. Ik heb daar nog een keer zojuist de controle op gehoord. En D66 vertrouwt volledig op wat hier is gebeurd. En ziet geen enkele aanleiding om over te gaan tot hertellen. ProTiel en het CDA hadden gevraagd om een hertelling, omdat het CDA een paar stemmen meer nodig had om een extra zetel te bemachtigen. In een hoofdelijke stemming werd uiteindelijk het raadsvoorstel om de uitslag goed te keuren door iedereen positief beantwoord. Het CDA, bij monden van Yvonne Sons-Tolk, legde nog wel een stemverklaring af. Ik wil daarbij verklaren dat ook wij voor transparantie zijn van het hele verhaal. En ook wat meneer Van Galen zojuist genoemd heeft, hè, om die enige twijfel weg te nemen. Maar het is voor ons niet de manier om daarin kenbaar te maken dat wij niet tegen ons verlies kunnen. Die woorden hebben ook al vaker gehoord. Dat geldt ook voor ProTiel, dat weet ik wel zeker. Wij wilden die transparantie. En daarom zal ik nu voorstemmen, maar wel met deze stemverklaring dat wij toch liever het niet als een politiek proces hadden behandeld. En dat wij daar nu politiek een uitspraak over doen, vinden wij jammer. U stemt dus voor